Het is dus een leuke plek waar je, nou ja, bijna dagelijks langs kan komen. En waar je aan voorbij fietst zonder dat je er erg in hebt. Ja, we staan hier bij het bord van de Algemene Begraafplaats. Oude Algemene Begraafplaats. Eigenlijk wilde Zeist die begraafplaats niet, want men was heel tevreden met het begraven op het kerkhof rond de Oude Kerk. Daar was net in het laatste kwart van de 18e eeuw een fikse investering gedaan om de grond op te hogen, zodat er weer meer ruimte was voor graven. De hervormde kerk had daar een verdienmodel aan. Dat leefde wat op. En als er nu, en dat was door een koninklijk besluit uit 1825, was dat verordeneerd. Als er begraafplaats moest worden aangelegd door de gemeente buiten de bebouwde kom, ja, dan zou dat verdienmodel verdwijnen. Kijk, dit poortgebouw, het was ooit een baarhuisje aan de rechterkant en de woning van de doodgraver aan de linkerkant. Toen de begraafplaats werd aangelegd, moest er eigenlijk een muur omheen van 2 meter. Maar dat vond men niet passend. En in plaats daarvan werd er een sloot rond de hele begraafplaats gegraven. En eigenlijk werd dat poortgebouw met die woning van die doodgraver over die sloot gebouwd. Dat leverde een probleem op, want dat was behoorlijk vochtig. We zien een aantal symbolen die te maken hebben met de dood. Een vlinder, opvliegend ten hemel de ziel. Fakkels, maar naar beneden gericht, het leven is uitgedoofd. Een slang die in zijn staart bijt. De kringloop gaat oneindig door. In de top een zandloper. De tijd gaat snel. Met vleugels, de tijd vervliegt. We zien hier 2 offerblokken, zou je kunnen zeggen. En die zijn er pas heel laat neergehangen. Dat staat op Nederlands Hervormde Diaconie, Algemene Armen, Diaconie Gereformeerde Kerk. Het geeft aan dat er verschillend gedacht werd in het dorp. En dat zijn collectebussen geweest, die hangen er nu achter binnen in dat baarhuis. Die voordien, dus tussen 1830 en 1890 zo'n beetje, of 1900, aan de buitenkant van het gebouw hingen. En die waren voor de armen. Dus als er een begrafenis was geweest, kwam je langs de collectebus en dan werd je geacht om daar wat voor de armen in te doen. Veel van de mensen die hier begraven zijn, werden ook van de armen begraven. Dat wil zeggen, die hadden zelf geen sou om uit te geven aan een begrafenis, wanneer ze waren overleden. Die collectebussen hingen buiten, maar ja, ik geloof in 1903 dat het was, is er eentje gekraakt. En toen is er mogelijk een arme, dat weet ik niet, vandoor gegaan met 35 gulden van de diaconie. En dat leidde ertoe dat men zei van nou, we moeten ze op een safere plek hebben. En laten we er dan ook meteen maar wat moois van maken. Nou, hier heb je een overzicht van de begraafplaats. Er is een aparte stichting die zich bezighoudt met het beheer. Stichting De Grote en De Kleine.
De Grote en de Kleine verwijst naar de tekst die op de boog boven de poort is geschreven. De Kleine en de Grote zijn hier en de knecht vrij van zijn heer. Dat is een tekst uit Bijbelboek Job. Niet het vrolijkste Bijbelboek. En die heeft al vanaf 1830 een tijd op de poort gestaan. Is daarna ooit een keer verdwenen. Maar wanneer men besluit over het opknappen van het poortgebouw, stelt de burgemeester Kosterman voor om die tekst weer terug te laten komen. Het is een gemeentelijke begraafplaats en het is een rijksmonument. Dus zomaar van alles en nog wat veranderen, dat is er niet bij. Onderhouden, ja, dat blijft een dingetje. Toen de begraafplaats werd gesticht, was er sprake van 4 klassen graven. Om te beginnen had je koopgraven. Dan waren er 2 klassen met huurgraven en 1 klasse graven voor de onvermogenden. Alleen op de koopgraven mochten graftekens worden opgericht. Mochten zerken worden gelegd. En gedenktekens, graftekens. Als je nu dus naar de begraafplaats kijkt, dan zie je heel veel graven met een hekje erop of met een platte zerk. En maar heel weinig grond waar de armen werden begraven. Dat is dan wel het geval geweest. Deze vakken, daar werd geen grafteken opgericht. Daar werden de minder vermogende begraven. Op het eerste gezicht is het geen uitbundige begraafplaats. Je ziet maar weinig opstaande graftekens. Geen vazen, geen geknotte zuilen. Niet veel fraai hekwerk. Het is allemaal echt een protestantse begraafplaats in een plattelandsgebied. Maar er zijn toch wel dingen die bijzonder zijn om even naar te kijken. Zo hebben we hier een sarcofaag. Een vleeseter, als je het letterlijk vertaalt. En dat is de enige op de begraafplaats. Dat wil zeggen een grafteken waar gesuggereerd wordt dat de overledene erin ligt. Kijk. Dit is ook wel een bijzonder graf, al valt er niet zoveel aan te zien, althans aan de buitenkant. Maar hier ligt een zinken beschermkap over de zerk die eronder ligt. En dat was in het verleden een gebruikelijke gang van zaken. Om aantasting van een steen te voorkomen, werd in de wintertijd de zerk afgeschermd met een zinken kap. Die ging er dan in het voorjaar weer vanaf, want dan kon je tenminste de steen weer zien. Met name marmeren stenen hebben daar baat bij. Zachte stenen als zandsteen ook. Het was nadrukkelijk niet de bedoeling dat het zink onder de grond kwam. In veel begrafenisreglementen staat dat er per se niet in metalen, kisten of andere soorten omhulsels mag worden begraven. Dus onder de grond geen metaal. Dat voorkomt dat het stoffelijk overschot ontbindt. En de bedoeling is toch ontbinding. En hier hebben we een van de bijzondere graftekens van de begraafplaats. Er zijn 4 graven met een rijksmonumentale status en dit is er één van. En dat zit hem onder andere in de vaas, de doek en ook omdat het een fraai stukje beeldhouwwerk is. Hier rust onze lieveling Onno. Geboren 7 juli 1883, gestorven 14 mei 1887. Hij is dus maar 4 jaar oud geworden.
De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd. Er staan op heel veel zerken allerlei Bijbelteksten. En het zou een aardige indruk geven van de mentaliteit van de Zeister inwoners. Wanneer er eens een studie gemaakt zou worden van wat er allemaal aan teksten wordt gebruikt. Nederland was een puur christelijk land toen. Mensen werden begraven in het geloof dat er eeuwig leven zou zijn. En dat zie je dus bij die graven, zie je dat wel terug. 4 jaar oud, er was in de 19e eeuw ook beduidend meer kindersterfte dan vandaag de dag. Het was dus geen uitzondering dat een fix deel van de begrafenissen betrekking had op kinderen. We zijn hier bij vak A en dat is het vak van de prominente. Het enige vak waar ook grafkelders mochten worden aangelegd. En het bijzondere is dat er een Zeisterse ondernemersfamilie in de tweede helft van de 19e eeuw de helft van al die grafrechten heeft opgekocht, successievelijk daar grafkelders in heeft aangelegd en vervolgens die grafrechten weer verkocht. Dat was dus kennelijk voor de familie Meerdink een goede business. Dit is een van de 4 rijksmonumentale graftekens. 2 symbolen, een krans en een vlinder en in het midden een kruis. Je ziet hier op de begraafplaats heel weinig kruisen. Het is ook wel een bijzonder graf met een mooi hekwerk eromheen en een typisch symbool wat je op veel begraafplaatsen tegenkomt, een afgeknotte zuil. Het leven is gebroken. Toen in de jaren 90 van de vorige eeuw werd besloten om de begraafplaats weer op te knappen, werd duidelijk dat de marmeren graven toch wel veel te lijden hadden van het feit dat ze niet goed werden beschermd. En toen is deze oplossing gekozen, kunststofkoepel erover. Een enkel graf wordt nog heel systematisch onderhouden door nabestaanden. Hier wordt regelmatig wat aan gedaan als je kijkt de begoniaatjes bloeien. Dan komen we van onder de treurbeuk, ook typisch een begraafplaatsboom. Toen in 1917 de nieuwe begraafplaats geopend werd, was het niet ineens verboden om hier te blijven begraven, maar dat gold alleen voor mensen die hier een eeuwigdurend grafrecht hadden. Vandaar dat pas in 1965 de laatste bijzetting hier heeft plaatsgevonden. Ik wilde nog op 1 graf de aandacht vestigen even. En dat is het graf van Jansje Pijpers. En dat is ook een rijksmonumentje. Niet zozeer vanwege de steen, maar vanwege het hekwerk eromheen dat in Art Nouveau is uitgevoerd. Met diagonalen en met omgebogen krullen aan het hoofdeind. De schelp ligt hier, de parel is bij God. Een groene oase, ooit buiten de bebouwde kom, nu midden in het drukke centrum van Zeist. Toen in 2001 het poortgebouw werd opgeknapt en diverse partijen zich sterk maakten voor het onderhoud van de begraafplaats, zijn er 2 boekjes verschenen over begraven in Zeist, waarvan gemeentearchivaris Pierre Roen het leeuwendeel voor zijn rekening heeft genomen.
Daar heb ik voor deze wandeling rijkelijk uitgeput. De kleine en de grote licht zijn daar. Maar de inrichting van de begraafplaats laat zien dat ze niet naast elkaar liggen. Immers in de 19e eeuw gold: standsverschil moet er zijn. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Tangram Media en het Zeister Historisch Genootschap.